Het vuur van de graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmid. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. Richard, 2-0 thuis tegen Helmond. Hoe beschrijf je deze wedstrijd? Nou, toch wel nog een lastige wedstrijd. En dat wisten we van tevoren. En ze waren in de laatste paar weken, zag je wel dat ze... Ja, dat ze weinig kansen weggeven. Dat het best wel een stabiel elftal is. En dat wisten we van tevoren. Dus we wisten wel dat het een moeilijke wedstrijd zou worden. De eerste helft vond ik dat nog wel meevallen. Ik vond wel dat we de controle hadden. We creëerden niet echt veel kansen. Gelukkig kwam die ene goal uit de lucht vallen. De laatste 10 minuten van de eerste helft vond ik ons wat onzorgvuldig. Waardoor zij dus ook wat kansen krijgen wat niet nodig was. Maar overal over de hele wedstrijd denk ik wel dat we verdiend gewonnen hebben. Hoe belangrijk is dan die tweede, dat hij zo snel valt in de tweede helft? Ja, dat is wel heel, heel belangrijk. Dat geeft je toch een bepaalde rust. En, waardoor we dus niet echt meer in de problemen zijn gekomen. En dan kun je op een gegeven moment ook nog gaan wisselen om bepaalde jongens te sparen. Dus dat is allemaal wel prima met het drukke programma wat voor ons ligt. Ja, wat dat drukke programma, hoe is dat voor een trainer en hoe is dat voor een ploeg om daarin te zitten? Nou ja, ik denk dat het voor de spelers hartstikke mooi is. Je speelt alleen wedstrijden, dus dat is het leukste wat er is. Je zit natuurlijk wel met je herstel. Dus je zit wel van maandag naar vrijdag toe. We geven ze morgen dus vrij. Dan herstellen ze weer. En ja, dan kun je de tweede dag ook nog wat minder doen. Dus je bent bijna niet meer aan het trainen. Dus je moet, het is alleen maar eigenlijk herstellen, wedstrijd. Ja, daarna krijg je vrijdag, krijg je zaterdag, zondag en dan krijg je maandag weer Zwolle. Dus ja, het is herstellen en eten, slapen, rusten, alles eromheen. Dus ja, dat is eigenlijk de week hoe die eruit gaat zien voor de jongens. En voor mij lijkt het hartstikke mooi, want je speelt alleen maar wedstrijden. Dus en als we deze serie door kunnen zetten, is het hartstikke mooi natuurlijk. Ja, de derde overwinning op rij, dat was al een tijdje geleden in de competitie dat gebeurt. Hoe komt dat binnen? Ja, goed. Kijk, en is ook natuurlijk omdat die B-wedstrijd ertussen zat. Dat zeiden we, waren natuurlijk met 2 wedstrijden goed onderweg. En dan komt die bekerwedstrijd tussen. Dus dan ben je wel altijd heel nieuwsgierig van, oké, hoe pakken ze het daar weer op? Ik moet wel zeggen dat ze dat donderdag, hebben we het ook met z'n allen zo benoemd. Van oké, jongens, dit was het. Streep eronder. En maandag gaan we gewoon door met waar we mee bezig zijn. Maar ja, het moet toch wel weer bevestigd worden. En ik denk wel dat die jongens vandaag goed geantwoord hebben. Ja, en dan de spits die jij het vertrouwen hebt gegeven de laatste weken, die betaalt het nu eindelijk terug ook met doelpunten. Ja, wat doet dat met de spits? Dat kun jij misschien ook wel goed verwoorden, denk ik. Ja, alles. Kijk, het is al, we praten veel natuurlijk. Natuurlijk is het voor mij ook leuk, omdat je bent al de spits geweest. Dus dat heb ik ook tegen Devin gezegd, dat hij gewoon voor heel veel waarde is voor ons team. Ook als hij niet scoort. Hè. Hij werkt hard. Is toch een belangrijk aanspeelpunt. Alleen ja, hoe je het went of keert, het is altijd, je wordt op doelpunten afgerekend. En ja, het is mooi dat we het van de week het over gehad hebben. Nu scoort hij 2 keer. Dus ja, dat is voor hem een bevestiging van dat hij gewoon op de goede weg is. En ik vond ook wel dat we hem vandaag eigenlijk in zijn kracht zetten. En dat is in de 16, waar die ballen voor moeten komen. En dan zie je toch met zijn lengte dat hij aardig kan koppen. De selectie morgen dag vrij. Jij zelf ook? Of ben je alweer bezig met Dordrecht uit? Nee, we zijn zo altijd weer bezig. En natuurlijk zijn wij ook vrij. Maar ja, doe je toch de dingetjes om weer woensdag... alles weer voor elkaar te hebben. Dus kijk, woensdag is altijd een drukke dag daarna. Het is de nabespreking van deze wedstrijd. Je pakt dan meteen een stukje voorbereiding op de volgende wedstrijd. En dan gaan we donderdag weer echt naar de tegenstander toe. Dus het gaat mooi snel achter elkaar. Dus dat is prima.